De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, moet tussen nu en 2 maanden al zover zijn om definitief spijkers met koppen te slaan als het gaat om de reorganisatie. Dit heeft president Chandrika Prasad Santokhi dinsdag in een ontmoeting met de leiding van de stichting gevraagd. Na 2 maanden wordt zij weer ontvangen door het staatshoofd. Santokhi wil dat de stichting meer gaat verdienen en zich meer moet richten op scherper natuurbehoud. Voorts is gesproken over de controle op houtverkoop en export van hout. Vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer zaten ook aan bij de ontmoeting.